Vader God, ik dank u wel in de wonderbare naam van onze Heer Jezus. Dat we hier vandaag aanwezig mogen zijn. En de Heilige Geest van God, ik vraag u op dit ogenblik. Wilt u ons allemaal aanraken? Of mij, Heer? Raak ons aan, Vader. Doorstroom ons, Vader, met uw heilig vuur. Opdat we never nooit meer dezelfde zijn. Maar dat we in één klap veranderen. Heer, ik dank u wel. Op dit ogenblik, Heer, dat u de rijen doorgaat. Heer, en ik spreek genezing uit. Van lichamelijke klachten zullen nu herstellen in de naam van Jezus. En de geestelijke klachten zullen nu in de naam van Jezus herstellen. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u een goede Vader bent. Die van ons houdt, die ons lief heeft. En u heeft een overvloedig leven voor ons. Vader, ik spreek het ook uit. Een leven in overvloed in de naam van Jezus. Ontvang het. In Jezus' naam. Heer, ik dank u ervoor. Amen. Halleluja. En ken je misschien bij jezelf dat er weinig doorbraak in je leven komt? Dat je eigenlijk misschien op een bepaalde niveau blijft en dat het daar maar blijft en dat het niet verder komt. En dat je eigenlijk dagelijks aan het proclameren bent. En je wil eigenlijk die verandering, wil je heel graag. En je zegt ook op een gegeven moment tegen God van Heer, verander mijn gedachten maar. Wie heeft dat wel eens gedacht? Amen. Juist. Ik ook. Ik heb hetzelfde heb ik gedacht. En ik heb het ook uitgesproken. Maar van de week zag ik een film. En er was een vrouw. En zij kreeg een nieuwe hart, kreeg zij. Een harttransplantatie. En wat gebeurde daar met die film? Zij begon in één keer zich heel anders voelen. Ze voelde zich heel anders. En doordat ze zich heel anders ging gedragen en voelen, ging ze op een gegeven moment op zoek naar de donor van het hart. En ze kwam uit bij een jonge man. En ze begreep daarom dat ze in één keer hield van hard rijden. Ze hield in één keer van Coca-Cola, dat ze er nooit eerder van gehouden had. Ze hield in één keer van een Big Mac en dat haar eigen levensstijl was eigenlijk op dat moment eigenlijk alleen maar spinazie en vis bijvoorbeeld. Maar dat veranderde in één keer in haar. En daar ben ik eens over na gaan denken. Ik denk, ja Vader, laat mij zien het verschil in mensenlevens. En toen kwam ik tot een bepaalde conclusie uit. We kunnen bidden dat God onze gedachten gaat veranderen. Ja. Maar soms moeten we het ook anders doen. En ik geef je vanavond, geef ik je een uitdaging en een uitnodiging in de naam van Jezus. Door niet te gaan zeggen, Heer, verander mijn gedachten. Maar door op dit ogenblik te gaan zeggen tegen hem, van in Ezechiël 36 vers 26. Daar spreekt hij over een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart geven van vlees. Dus heb je momenten in je leven. Dat je zegt, ik blijf continu steken. Ik blijf continu steken in het oude. Ik heb gevraagd aan God om mijn leven te veranderen. Mijn denken te veranderen. Dan wil ik je nu op dit ogenblik uitnodigen onder de autoriteit van Gods geest om nu hier naar voren te gaan staan. En te zeggen, ja Heer, ik wil een compleet nieuw hart wil ik hebben in mij. Zijn die mensen die zeggen, yes, dat wil ik. Kom naar voren toe, nu op dit ogenblik. Halleluja. Zijn die mensen. Halleluja. Ik geloof erin dat God ook een transportatie heeft voor mensen. Want soms dan voel je het hier niet, omdat je hart is versteend. Op dit ogenblik spreek ik in de naam van Jezus. En ik gebied nu op dit ogenblik de engelenmacht van Gods koninkrijk. Om op dit ogenblik een harttransportatie te gaan doen. In de machtige naam van Jezus. En ik zeg tegen jouw hart.
in Jezus naam, word een hart van vlees. Op dit ogenblik vraag ik in de naam van Jezus om je hart op dit ogenblik aan te raken. Vader, raak maar. Raak maar. Doorstroom. Heer, elke emotie, elke gedachte. Heer, ik dank u wel dat het stenen hart op dit ogenblik een getransformeerd hart wordt van vlees. Heer, ik dank u wel, Heer, op dit ogenblik dat ik Paul heel diep aanraakt in de machtige naam van Jezus. Wees aangeraakt, mijn zoon. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Zijn er meer mensen? Halleluja. Bouwen. Halleluja. Nou, Vader, ik dank u wel, Heer, dat u met zijn hart bezig bent. Dank u wel, Vader, dat u al zoveel veranderd hebt in zijn hart. En Heer, u zegt het ook, mijn zoon, ik heb je al die vlees en hart gegeven. En die klopt voor mij. Het stenen hart is eruit. Het vlees en hart is ervoor in de plek gekomen. En op dit ogenblik betaal ik je alleen nog maar met mijn vuur vanuit mijn hemelse gewesten. In Jezus' naam. In Jezus' naam, ontvang het maar. Ik spreek tot het hart van dit woord. En ik zeg tegen jou, stenen hart, in de naam van Jezus, gebied ik je nu om een vlees en hart te worden. Heer, doorstroom me maar met uw autoriteit, doorstroom me met uw genezing, met uw bevrijding. Heer, en op dit ogenblik zeg ik ook tegen elke boze, en tegen elke vijand, en tegen elke duivel die jou wil blokkeren, in de machtige naam van Jezus om jou los te laten. Want je bent gekocht en betaald door Jezus zijn bloed. Heer, ik dank u wel op dit ogenblik dat u iets doet. In het leven van Deborah. En ik zeg nu tegen jou, geest en demonen. Ik wil je nu gebieden in de naam van Jezus. Om eruit te gaan zonder te manifesteren. In Jezus machtige naam. En ontvang maar nu op dit ogenblik. Je genezing, je genezing, je genezing in de machtige naam van Koning Jezus. Doorstroom, Vader. Doorstroom. Doorstroom. Doorstroom, Vader. Doorstroom. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Halleluja. Zijn er meer mensen die zeggen, ja, mijn denken zit in de weg. Ik heb echt een vernieuwing van mijn hart nodig. De Heer heeft gesproken. Laat maar liggen, niet aankomen. Kom maar hier. Ja, Vader. Ook een groot wonder voor Dorothea. Heer, op dit ogenblik, Heer. Ze heeft alles gedaan wat ze wou doen. Heer, u weet, Heer, dat haar gedachten, haar leven en alles is goed, Heer. Maar Heer, ze heeft een transportatie nodig. In de machtige naam van Jezus. En op dit ogenblik geef ik een commando aan het oude hart. In de naam van Jezus. Om nu dit lichaam te verlaten. In Jezus naam. En ik geef een commando om een nieuw hart. Een nieuw hart op dit ogenblik. In Jezus' machtige naam te ontvangen. Heer, ik dank u wel. Op dit ogenblik dat u hier engelen neerzet. Engelen neerzet rondom haar. Op dit ogenblik spreek ik het uit. U zet engelen rondom haar neer. Heer, de gedachten schakel ik uit. In de naam van Jezus. Spreek elke negatieve gedachte. Spreek ik aan in de naam van Jezus.
dat zullen nu moeten wijken in het hart. Op dit ogenblik spreek ik uit, Vader. Heer, een operatie van het hart. Heer, dank u wel. In de machtige naam van Jezus. Dat u nu, op dit ogenblik, een harttransportatie hebt gedaan. Dat u het stenen hart er hebt uitgehaald. En een nieuw vlezend hart voor in de plek hebt gezet. Met nieuwe mogelijkheden. Heer, ze zal op water lopen. Ze zal blinden de handen leggen. Ze zal teaching en preaching in de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Zijn er nog meer mensen? Halleluja. Oké, halleluja. Prijs koning Jezus. Prijs koning Jezus. Ik ga verder met mijn prediking. Halleluja. Markus 2, vers 1 tot en met 12. Er kwam Jezus. Die kwam enkele dagen later weer in Capernaum. En hij hoorde dat men thuis was. Dat mensen hoorden dat hij thuis was. Ik zal zeggen, pak jullie Bijbel erbij.